Dit ben ik 12 jaar geleden in de buik van mijn moeder en we woonden in Polen. Zij dronk alcohol toen ze zwanger was van mij. Daardoor heb ik vast dat is een hersenbeschadiging. Ik ben Oscar. Dit is papa. En dit is mama. En ze hebben me geadopteerd uit Polen, want mijn moeder dronk te veel alcohol. En daardoor heb ik vast. En toen hebben ze me mee naar Holland genomen. Kijk hier, toen kwamen we weer echt ophalen. Toen kwamen we in Polen en toen mocht hij weer meenemen met kinderen thuis. En hier, moet je kijken wat een lol je hebt. Hier zag Matthijsje voor het eerst. Die vond het best wel gek. Weet je wat hij zei toen jou voor het eerst zag? Ja. Is dat nou Oscar? Hey, high five man. Ja, moet je wel goed doen. Ik heb een broer, Matthijs. Hij is 14 jaar en hij houdt van voetbal, van Ajax, toch? Ja, Ajax is de bom, hè? Hoi! 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 Ik heb een broer, Patrick, en Patrick! Hij is 10 jaar, toch? Ja. En je houdt van AZ, hè? Ja! Tjegi, tjegi! Oh, en je toonbuur. Hé, jongen! Geen zin in. Juf, ik ga niet in het leerboek kijken. Ik heb geen zin in. Ik moet in het leerboek kijken, maar ik heb geen zin in. Dus ik zeg... Juf? Ja? Zegt u maar. Nou, nee, ik heb toch klokkijker? Volgens mij is die grote wijzer op de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 staat. Ja, dan moet je nog heel lang wachten. Nee, om hoe laat moesten we naar buiten? Als hij op de 11 staat. Oh, het is niet gewoon. Wat zeg? Waarom zijn ze allemaal zo doof? Hij staat op de 11. Oh. Jij eet een bloem. Jij houdt toch van planten, Jordi? Gadverdamme. Ga bijna naar binnen. We pakken het weer op. Jij hebt de bal gekregen van Michel. Jij gaat iets bedenken van goede eigenschap van jezelf. Wat ik heel goed kan is, vind ik voetbal. En mijn beste vriend is Jordi. En ik vind het leuk dat ik... En ik vind het ook heel knap dat ik zo'n hele goede band met hem heb. Want als hij heel erg boos is en alle juffrouwen gaan achter hem aanrennen, nou, dan gaat dat niet helpen. Dus dat heb ik tegen alle juffen gezegd hier in de klas. En dat weten ze. En dan moeten ze mij met de speer erop afvuren. En dan maak ik jullie zo weer rustig. Je bent dus eigenlijk een soort van hulpverlener als hij erg boos is. Ja, alleen wat ik best wel stom vind is van mezelf... Nee, maar daar ging het niet over. Waarom ik niet gewoon mijn eigen moeder had. Ja, dat vind je natuurlijk wel heel jammer. Ja. Maar dat is geen eigenschap van je. Dat is van mij, het is niet van u. Nee, dat is jouw lot. Het is jouw lot wat jij hebt, wat jij meekrijgt in je leven. Je hebt geen eigen moeder. Dat kon niet toen. Je hebt wel een pleegmoeder. Net als Roy. Mijn moeder die is heel vaak bang, hè? Wist je dat? Weet je wat ik heb gezegd? Omdat ik, nou ja, ik ben nogal wel eens boos dat ik zo slecht kan leren. En dan schaam ik me voor later en dan wil ik eigenlijk dood. Uh-oh. Ja, dat zijn heftige dingen. Ja, daar schrikt mijn moeder van, maar ik niet. Het is gewoon zo. Ja. Als ik, al kunnen mensen me niet goed begrijpen en wat dan ook. Omdat ik niet goed kan leren, wil ik gewoon dood. Want dan is het leven niet meer leuk. Yeah.
Dacht ik ook dat hij wat jonger was, want hij is ouder dan mij en ik ben nu ook 12. Ja, hij is het oudste van het hele team. Klopt. Maar wij zien ook, want toen Oscar hier kwam, toen moest hij nog wel veel leren en nu is hij gewoon best wel goed geworden. Hij werd net ook op het veld met Pasen. Het gaat steeds beter. Ja, kom Oscar, kom op Oscar! Kom op Oscar, andere kant op! Contact met ons. Klopt. Want nee. Hij zit ook op een speciale school. Dus. Hij heeft niet veel contact met dat soort dingen. Toen gaat hij toch op voetbal. Dat vind ik nou, wel Mark. Ik vond hem best wel stoer, eigenlijk. Ja, klopt. Want hij kende niet heel veel jongens van ons en dan gaat hij toch gewoon op voetbal bij een team dat hij niet heel erg zo kent. Ik denk dat deze van Matthijs is. Kijken. Is... Nee, die is niet van mij. Die is van jou. Hé, hey, maar luister. Je zei vanochtend, ik heb geen gym. Middag na. Ja, ik had ook geen gym. Nee, en kan je ook vertellen waarom je geen gym had? We moesten in een kring zitten met een bal. En je moest hem overrollen. Omdat? Compliment of zoiets. Maar ja. Wat zei je nou voor compliment aan jezelf? Aan mezelf zei ik dat ik goed kon voetballen, dat ik goed was in breakdance en wat zei ik nou nog meer? Dat ik me later zou schamen, weet je wel, en alles. Ja, dat ja. Ik dat wel. Nou, wil ik nog steeds, man. Als ik niet, nog steeds niet kan goed leren en mensen die kunnen me nog steeds niet met bepaalde dingen niet helemaal goed snappen, dan... Dan? Het is een beetje moeilijk, hè? Ja, waar ik het meest bang voor ben, is dat je dingen uit moet rekenen en zo. Ja, ja. En als je dat nu hebt, hè, je moet dingen uitrekenen, het lukt niet. Wat gebeurt er dan met jou? Wat voel je dan? Ja, dan denk ik, shit, wat moet ik doen? Dan denk ik, shit, wat moet ik doen, ja. En als je dan, als je dat dan denkt, hè, voel je dan ook iets van binnen bij jezelf? Nou. Ben je dan ongerust? Of vind je het spannend? Of ben je bang? Of nee, ben je boos? Meer boos. Dan ben je boos. Dan ben je boos op jezelf. Mm-hmm. Kijk, zie je dat? En je mag, dat zie je hier ook, je mag gewoon eventjes de getallen bij de streepjes zetten. Hier moest je dan zelf streepjes zetten, maar dan wel de goede getallen. Niet 10, 10, 10. En kijk, je mag de getallenlijn ook gebruiken. Hè? Die is er niet voor niks. Wat is er nu zo erg aan? Nou... Ik ben steeds sterker. Al ga ik met mijn moeder stoeien, gewoon voor de mol. Dan ben ik echt super sterk. Dan zegt ze, nou over 2 jaar, 3 jaar ben jij makkelijker sterker dan mij. Ja. Dan, dat zegt ze dan. Ja, en wat betekent dat dan als je dan heel boos wordt? Nou, dan ben ik heel erg sterk. Ja, wat kan er dan gebeuren als je heel sterk bent als je boos bent? Hier had ik een ruit ingeslagen omdat ik heel erg boos was. Dus ik heb een houten plank ingeslagen met spijkers. En anders, al hou je die weg, kun je gewoon met je hand zo, dan zie je hand binnen. En want ik was heel erg boos op mijn broer, want ik had een woedeaanval. Hè. En toen had ik deze ruit ingeslagen. Gewoon met bloot hand zo, baf. 1, 2, 3, 4, 5. 5 snee. Jouw moeder maakt zich zorgen over jou. Ja. Ja. En jij maakt jezelf ook wel wat zorgen, hè? Jij zegt van... Ja, heel soms. Ja. Want ik ga nu naar een andere school. Naar wat school ga je ook alweer? De
De eenhoorn. Je gaat naar de eenhoorn. Daar ben je ook al even wezen kijken. En dat vond je wel prettig, zei je tegen mij. Klopt dat? Maar toen zei je, ja, maar ik ben wel bang voor het rekenen. Omdat het rekenen niet zo goed gaat. Wat was daar ook alweer mee? Nou, rekenen vind ik saai en... En... Ja, het is daar anders. Ja, maar jij zei ook van... Nou, ik maak me ook wel ongerust over de toekomst. Als ik nou niet goed kan rekenen. Wat was dat, Corrie? Jij zei van... Ja, want ik wil later, als ik dan een beroep heb... Ik ben bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur en ik moet tanken... Dan moet ik wel weten hoeveel het kost en hoeveel geld ik moet betalen... En wat ik terugkrijg. Toch? Ja, goed zo, man. Ja, is gelukt. Goed hoor, super. Als je dit nu allemaal ziet, wat denk je dan van, goh, ik wil wel weer eens terug naar Polen? Mm-hmm. Ja? En wat wil je dan doen? Dat is een vogelbek met zo'n, ik weet precies wat het is. Oké, maar wat wil je dan doen in Polen? Mijn buurt wil ik zien waar ik je woon. Buurt? Waar ik kinderthuis? Weet, ja, kinderthuis. En dan vraag ik in Polen waar ik gewoond. Gaan we daarheen, gaan we rondzoeken. En dan bellen we aan bij mijn huis. Ja? Hier kunnen we goed verstoppertje spelen. En dan bellen we aan. Ja? Het terrasje. En dan bellen we aan en dan zie ik mijn moeder. En zeg ik hoi. En wat zeg je daar nog meer? Dit. Je gaat het bekijken. Kijken of je op haar lijkt. Ja. Ben je dan benieuwd naar of je op je moeder lijkt? Ik wil wat meer vanaf haar weten. Wat zou je dan willen weten? Iets. Kun je dat vertellen? Nee, wat dan niet? Ik kan pas vertellen als ik er ben. Oké, wat wil je nou doen? Een beetje zo zeggen. Wat kan je nou nog niet vertellen? Haal er gewoon maar wat dingen uit of zo. Die, weet je dit nog? Dat weet ik nog wel heel goed. Dit had je aan. Nou, ga er staan. Dan ben je toch wel iets groter geworden, toch? Heb je mijn brood klaargemaakt? Zeg, ik ben je meid niet. Dat is mijn moeder. Nee, dat is de moeder niet, dat is de tante. Er is een kaart van je vader. Ook niet, tante. Zachtjes met de deur, hè? Dat is ook een keer gebruiken. Jij gaat lekker slapen. Mag je even je bril afdoen? Ik eruit. James Bond. Dat is echt cool. Daar heb je heel veel nog steeds over. Oh, ja. Dan, weet je wat hij dan doet? Nou. Kijk, doet hij zo. Nou, dat is wel heel grappig, hè? Ja. En dan uiteindelijk. Wou je hem. Nou, dat vind ik niet zo vlak. Hey, wil je mijn kussen erbij houden of niet? Ja. Oké. Nou, ga lekker liggen. Hè. Een dikke zoen van je. Slaap lekker, man. Wanneer? Dat het in één keer donker is. Doeg, lieverd. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Kijk, Petalski, Petalski. Tim. Hey. Kom maar, Oscar. Ze bent. Ja, 2000 tegen 2, hoor. Oh, dat vind ik zielig. Hij komt echt niks tekort. Denk, eet op. Eet op. Zo, je hebt wat eten. Vind je het indrukwekkend allemaal? Ja. Wat zei je? Oh, dat vind je een beetje eng. Heb je al gezien hoeveel cafeetjes er allemaal zijn?
En dus je nu eens om je heen kijken. Ik zie heel veel mensen zie je bier drinken. Ja. Sommigen drinken ook wijn. Wat vind je ervan? Als iemand dat drinkt terwijl er een baby in de buik zit. Dan vind ik dat heel erg dom. Want? Nou, dan kan het misschien hetzelfde als mij overkomen. Dat wil je niet, hè? Nee. Want het hoeft natuurlijk niet. Nee. Wat zou je daar dan doen? Zou je het gewoon zeggen? Kan je het beter niet doen? Ik zou wel een tip geven. Een tip geven? Wat is jouw tip? Weet ik niet. Oh. Ik zou gewoon zeggen, het is niet zo slim. Dan zou ik het zelf over mezelf zeggen dat ik het heb. Oké. Dat is misschien wel wijs. Want dan zien ze, kun je gelijk vertellen wat voor. Wat het voor kindje voor de toekomst kan betekenen, toch? Ja. Nou, dat vind ik heel verstandig van je. Dus zou je dat ook durven? Ja. Ja? Help alleen maar. Ja, daar heb je gelijk. Die baby help je, bedoel ik. Ja. En als ze het niet doet, dus gaat het lekker door, zou ik een flesje op. En weet je ook hoe, hoe dat voor later is? Nee. Of ben je er in? Soms... Dat is wel heel erg spannend voor later dan ik. Ja, gewoon. Of het allemaal lukken gaat met je. Ja. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het jou wel lukken gaat. Toch? Dan gaan we samen aan werken, toch? Ja. Lief. Zo. Zo. Nou, nog even op tante Erika en opa wachten. Oh, sorry. Dat was het afscheid. Ja. Oscar. Wat vond je ervan, Oscar? Wel leuk. Spannend, hè? Ja. Voel je nog een beetje verdrietig nu? Ja. Ja, hè? 7 jaar, dat is een mooie tijd. Hey, dan moet je afscheid nemen, dat is best wel moeilijk. Ik voel me
is laat, zus. Waarom ga je niet met me mee? Ik ben toch ook nog maar een kind. Kan het niet helemaal alleen? Misschien dat ik ooit het gelukkig vind. Maar hoe, dat is een groot probleem.